Het Don't Pack a Pest-programma is vanmorgen officieel gelanceerd door het ministerie van LVV. Dit programma houdt in dat agrarische en dierlijke producten vanaf nu streng gecontroleerd zullen worden tegen plagen en ziekten bij vertrek of aankomst in Suriname. De lancering van het programma vond plaats in de aankomsthal van de Johan Adolf Pengel luchthaven. De Don't Pack a Pest-campagne is ontwikkeld door het ministerie van Landbouw van Amerika en moet reizigers die planten en dieren vervoeren wijzen op de mogelijke gevolgen bij transport van deze goederen. Hierdoor kan voorkomen worden dat plagen en andere schadelijke ziekten het land binnenkomen. Het project is een samenwerking tussen Suriname, de Verenigde Staten van Amerika en enkele landen in het Caribisch gebied. Onder andere in Florida en de Cayman-eilanden heeft het project goed gewerkt. Daryl Friese, airport manager op Zanderij, benadrukt waarom dit project belangrijk is voor Suriname. Vervoercentra, zoals luchthavens, spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van ziekten en plagen, zowel via passagiers, de zogenaamde overdraagbare ziektes, als via luchtvracht, dus de landbouwproducten. Statistieken geven aan dat de wereldwijde passagiersaantallen op luchthavens in 2016 de 3,8 miljard hebben bereikt. Evenzo worden er elk jaar grote volumes internationale luchtvrachten verscheept naar verschillende bestemmingen over de hele wereld. In 2016 alleen is er 53,9 miljoen metrieke ton vracht over de hele wereld verscheept. Deze aantallen geven de schaalgrootte aan van de luchtvaartsector als ook de daaraan gekoppelde hoge risico's. Reizigers zijn nu verplicht aan te geven welke agrarische producten ze in of uit het land brengen. Deze goederen worden dan door deskundigen op de luchthaven gecontroleerd. Volgens LVV-minister Suresh Algu zijn er op deze manier al verschillende plagen in Suriname gekomen. Met het Don't Pack a Pest-programma kan dat nu voorkomen worden. Een simpel voorbeeld. Voor jaren terug had Suriname geen tomatenborders. Vandaag op de dag is het een behoorlijk plaag. Hoe komt dat? Omdat het binnengekomen is. Hetzelfde met bijvoorbeeld de walluis. Het is binnengekomen met gewoon planten. Men wist niet eens, men heeft niet aangegeven. En finally, je moet miljoen, als staat miljoenen uitgeven om dat onder controle te houden. Maar tegelijkertijd krijg je miljoenen US-dollar aan schade aan je producten. Vooral bij zuurzak. En dan moet men dat nu gaan controleren. Zo kunnen we vele voorbeelden aankaarten in de wereld. Waarbij door reizigers ziektes en plagen zijn meegekomen. Zonder dat zij het door hadden. Vandaar dat we vragen van kijk, geef het aan. En de technische mensen gaan daarna inspecteren. En als het vrij is, zonder enig probleem, dan kan men doorgaan met dat ding. De minister van LVV, Suresh Algu, vandaag bij de lancering van het Don't Pack a Pest programma in Suriname.